Zeg Birger, waarom ben je eigenlijk priester geworden? Ik denk dat ik 7 jaar oud was. Dus ik ging bijna mijn eerste communie doen. Toen ik voor het eerst zei dat ik priester wilde worden. Eigenlijk door het voorbeeld van mijn pastoor van toen. Hij maakte een grote indruk op mij. Hoe hij in de kerk bezig was en hoe hij omging met mensen. Hij zag de mensen heel graag. En ik dacht, ik wil dat ook doen. Dus hier ga jij vanaf nu de mis doen? Ja, heel regelmatig zal ik hier de mis doen. En vind je dat niet spannend? Ja, eigenlijk wel. Ik heb gisteren pas voor het eerst de mis gedaan. En ik heb wat moeten zoeken hier in dat boek met al die lintjes waar de juiste gebeden staan. Dus het was wel spannend. En hoe komt het dan dat er zo weinig jonge priesters zijn? Ja, er zijn ook minder en minder mensen die geloven, die naar de kerk gaan. Dan is het normaal dat er ook minder mensen willen priester worden. En wat moet je allemaal doen om priester te worden? Ik heb 6 jaar gestudeerd in Brugge en 2 jaar in Rome. En ik ben hier nu ook al iets meer dan 1 jaar om mee te werken met de pastoor hier van Roeselaar. Vind je het dan niet jammer dat je bijvoorbeeld niet kan trouwen? Het is een moeilijke keuze geweest. Want al mijn vrienden die zijn al getrouwd of die gaan ook wel later trouwen. Maar ik vind het heel zinvol om alleen te blijven, omdat ik heel beschikbaar ben voor mensen. Mensen kunnen altijd bij mij aankloppen, dag en nacht. Ik heb ook nog een filmpje van de priesterwijding. Dat was zondag laatst. Ik zal eens tonen hoe dat er allemaal uitzag. Een van de belangrijkste stukken zondag was het moment dat ik op de grond lag. En alle mensen hebben gevraagd aan alle heiligen om voor mij te willen bidden. En dat is de bisschop. De bisschop heeft mij tot priester gewijd. Hallo, de video heb je al bekeken? Dikke merci en nu de video nog liken. Ja, daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.